Dag kijkers, allemaal van harte welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik wilde eigenlijk iets anders gaan doen vandaag. Ik wilde Ghostface weer een video geven. En misschien wel zijn hele eigen serie, maar hij neemt niet op. Maar goed, toen zat ik naar mijn video van afgelopen zondag te kijken. En toen dacht ik, hey Groningen, waarom ga ik niet even door op Groningen? Dus ik heb even zitten googlen. Denk, wat is nou een beetje typisch Gronings eten? Nou, toen kwam ik op Groninger mosterdsoep. Dat lijkt me super lekker. Dus die ga ik maken vandaag. Ik eet het als lunch, ik eet er even lekker wat bruin brood bij en ik neem ook een bak mee naar mijn werk vanavond. Dus mensen, blijf vooral kijken. Wat hebben we allemaal nodig? 50 gram roomboter, ongeveer 125 milliliter kookroom, Groninger mosterd uiteraard, prei, 50 à 60 gram bloem, 300 gram spekjes, ik gebruik kalkoenspek en hier 1 liter kippenbouillon. En dan ga ik de boter smelten in mijn soeppan. Pas op, het mag niet bruin worden. Nou, vervolgens voeg ik de bloem toe. Goed roeren. En hier maak ik de roe van. Dan moeten we zorgen dat die gaar wordt. Een paar minuten een soort van laten garen. Mensen, dan ga ik de kippenbouillon toevoegen. Roeren. Zoals je ziet, hij begint meteen te binden. Dat komt door de roe. Dan doe ik er 3 eetlepels van die Groninger mosterd bij. Oké, dan ga ik hem even 5 minuten laten koken, laten indikken. Ondertussen ga ik op deze pit de spekjes bakken. En lekker krokant bakken. Nou, die soepje wordt een goede dicht nu. Lekker man. En mensen, ik ben geen Groninger, ik woon in Gouda, dus ik hoop dat de soep goed maakt. Ik heb wat verschillende recepten bekeken. En deze leek me wel oké. Okay. Ik heb verder niet echt onwijs research gedaan, maar... En dat doen we heel even als eigen toevoeging. Een heel klein beetje liquid smoke op de spek. Zo. Even net voor dat extra smaakje. Oh ja. Proeven. Alright, dan voeg ik aan de soep de room toe, 125 milliliter. Deze is 250, dat doe ik een beetje op gevoel. Zo, die spek ruikt echt onwijs goed. Oeh, ruikt heerlijk man. De spekjes zijn goed zo, lekker knapperig. Dus die ga ik hier even uitleggen op dit keukenpapier. Kijk hoe mooi schoon die pan blijft. Dat is die nieuwe pan, weet je wel, uit die video van vorige week. Dan voeg ik nu de prei toe. Dit is een zakje, in het recept staat 1 prei. Dus die doe ik ook een beetje op gevoel. Niet te veel, en niet te weinig ook.
hoor, een beetje. Ja? Dan als laatste gooi ik de spek erbij. Even roeren nog. Oeh, die is klaar. Dan smeer ik 2 boterhammen in met roomboter. Zo mensen, ik ga lekker soep eten. Echt zin in. Oh, prachtig. Hij is mooi dik. Prachtig. Zo, dat ruikt lekker mensen. Kijk eens wat een mooi soepje geworden. Let's try it. Ja, hij is echt prachtig van dikte. Voor mij is het helemaal goed zo. Ik heb trouwens een jaar of 2 geleden ook al een keer mosterdsoep gemaakt. Dat was mosterdsoep met zalm, geloof ik. Van 2 jaar geleden, dus check die video even. Oh, fantastisch, die smaken zijn helemaal perfect. Die prei is lekker knapperig. En de spek is ook lekker een beetje gebakken goed. Heerlijke soep. En super makkelijk om te maken ook. En wat ik zei, ik kwam er niet echt in verdiept. Ik zag verschillende recepten op internet. En in sommige zaten nog veel meer ingrediënten. Dus ik weet nog niet echt wat precies nou de juiste Groninger mosterdsoep is. Maar volgens mij is dit oké, toch? Lekker met dat bruine brood. Dit is waldkoorn, geloof ik. Volgens mij had het roggebrood beter geweest. Maar daar heb ik niet aan gedacht. Kijk mensen, bijna op. Oké, mensen, allemaal bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Veel plezier met koken. En mensen, komen de zondag weer een video met Sabrina. En de donderdag daarop, vandaag over een week, een video met Jan Tom Jan. Want die komt morgen, overmorgen voor jullie, op vrijdag naar Gouda toe. Dan gaan we een leuke video maken, Pools bier drinken, film kijken bij mij beneden. Dus dat wordt gezellig. Oké, mensen, ik wens jullie een hele fijne donderdag en ik zie jullie zondag weer.